Goeiedag. Vandaag begint voor onze Belgian Cats het EK Basket in Straatsburg. Zij hebben hier super hard voor gewerkt. I'm a massive and goes to work. Keihard naar uitgekeken en het is mega spannend, want ze zijn goed en ze horen bij de topfavorieten. Belgium victorious and rolling forward. Maar voor één van onze Belgian Cats is het nu al voorbij. Onze Belgian Cats zullen in Straatsburg en mogelijk later in Valencia niet kunnen rekenen op Jana Rahman. Het is zot, want ik heb haar vorige maandag nog eigenhandig op de trein gezet naar het EK. Daar gaan ze. Maar toen ging er iets mis. Zij heeft tijdens de treinreis een breuk in haar hand opgelopen. En nu is ze terug thuis. En thuis, dat is hier bij haar mama en haar papa. Hey. Manneke toch, dag Jana. Ik heb bloemen voor u meegebracht. Dankjewel, alsjeblieft. Dank u. Alsjeblieft. Wat is er gebeurd eigenlijk? Super stom. Als je op de TGV stapt, dan heb je zo die leggingen in de gang waar je de valiezen allemaal kunt ingooien. Ik gooi mijn valies daarop en ik bots het tegen een hoek. Maar dat is gelijk dat ik niet op tafel zit, staan ze van ah, ik ga naar mijn plaats. Ik begin gewoon te slapen, een uur en een half, twee uur. Ik word wakker en heel mijn hand is zo echt super dik. En ik zei, dat kan niet toch niet dat dat gebroken is? Allee, van gewoon daar tegen te botsen. En dan zeiden ze, ja, we gaan RX nemen en echo. Daarna moest ik CT-scan doen en opeens zwegen die. Ja, mevrouw, het is niet normaal. Het is zelf gebroken en gedisloqueerd. En dan ja, ben ik echt gewoon beginnen flippen bij wanneer van spreken, want ik zei, dat kan gewoon niet. En dan was de enige optie, als ik direct dus mij liet opereren, dat ik misschien nog Tokio kan halen. Dus dan zei ik, ja oké, dan moet ik nu naar reis en dan heb ik geen andere keuze. Dus op het moment dat jij je valies op de trein naar het EK zet, is het eigenlijk al voorbij. Ja. Wat jij stond te zwaaien, was het eigenlijk al... Was al afgelopen. Ja. Je komt dan in het hotel en je moet ja, aan je ploeg vertellen dat je vertrekt. En dat was echt gewoon doodgaan. Want allez, ik besef niet hoeveel ik soms betekent voor de ploeg. Of hoe belangrijk ik ben. Maar nu, dus aan het positieve aan het verhaal, heb ik echt wel beseft. Allee, hoe graag dan de meisjes mij zien en hoe belangrijk ik ben. Ze missen nu, hè? Ik heb het gezien. Ja, en dan vertrok ik en dan stonden ze allemaal op het vijfde diep op een balkon. Ze allemaal op een rijtje te zwaaien. Dat was echt, ik zeg het, ik kan het niet aan. En als ik eraan denk, nog altijd niet. Ik geloof eigenlijk nog altijd niet dat ik het niet ga spelen. Maar ik heb wel genoeg pijn om te weten dat het geen optie is. Dus ja. Voor mij is het echt gewoon een horrorverhaal eigenlijk. Want ik heb zo hard gewerkt. Ik heb de hele jaar al die energie daarin gestoken. Ik speel al mijn 15 jaar bij de Nationaal Ploeg jeugd en bij de dames ook. Ik heb nog nooit iets gemist met Nationaal Ploeg. Ik heb nog nooit in mijn leven iets gebroken. En nu dat het eigenlijk onze mooiste zomer wordt, is het gewoon, ja. Ik belde naar mijn ouders en ik zei ook... Ik was niet eerst eens aan mijn eigen hand en ik zei gewoon, ik wou jullie trots maken en ik wou België trots maken. En dat gaat gewoon niet lukken. Dus ik hoop dat ik het in Tokio wel ga kunnen doen. Ik ga er echt alles aan doen om bij de meisjes te kunnen zijn. En ik hoop dat mijn handje meewerkt. Maar ik kan al zwaaien, gelijk de kindjes. Normaal genees ik vrij snel en kan ik redelijk goed tegen de pijn, maar deze pijn is iets anders. Ze spelen tegen Bosnië en Herzegovina straks. Ja. Hoe gaat dat voelen om naar de match te kijken? Ik heb het gezegd, ik zit op de front row seat. Ook al is het van Thijs, yeah. Maar ik zal er zitten. Ik ga alles proberen doen van hier. Ik ga ook proberen echt wel de meisjes aan te moedigen en er te zijn. Maar ik weet op het moment dat ik hier ga zitten en ga moeten kijken dat dat echt wel heel zwaar gaat zijn. En ik weet dat de meisjes het echt wel, die gaan dat echt super goed doen. Ik zeg, ik ben super blij trouwens, Becky. Ik weet dat jij dat ook kunt. Jij bent mijn vervangster, dus... Ja. Ik hoop gewoon dat ze het echt top doen. En de coach heeft beloofd, ik ga het bij u ook zeggen, als ze medaille pakken, dan ik zijn medaille krijgen. Ik heb een cadeautje voor u meegebracht. Dat hopelijk een beetje troost kan geven. Ma! Dat is okay. mijn telefoon, die je mocht lenen. Dank. Ja, jij en Emma staan erop. Wel bij die. Ik ga hem nog even afzetten. Voilà. En je mocht hem aanzetten, laten we zeggen, een kwartiertje voordat de match begint. Oké. En wat gaat er dan gebeuren? Ja, dat zullen we zien. Dat weet ik eigenlijk zelf nog niet, wat er gaat gebeuren. Een kwartier voor de match. Een kwartier voor de match. Oké, zalig. Ah, ik wou dat ik u kon knuffelen. Het komt echt goed. Ja, het komt goed. Ik ga proberen om u toch een beetje te troosten. Oké, dikke merci. Zo. Jammer en zo frustrerend voor Jana. Oh,
Haar tranen deden mij echt iets. Ik zou supergraag iets voor haar willen doen. Samen met u. Dat telefoontje dat ik haar gaf, daarvan is dit het nummer. En nu zou ik willen vragen aan u, stuur daar even een klein berichtje. Om haar goede moed te wensen. Dat moet niet veel zijn. Een kleine emoji. Go, 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 Jana. We zijn fier op u. Een schattige foto van uw kat. Weet ik veel, maar ik denk dat we op die manier toch een hart onder de riem kunnen steken. Nog één keer het nummer? Kom aan, hè. Het is een kleine moeite voor een grote topsportster. Ik reken op u. Merci. Ik denk dat elke sporter wel Olympische Spelen, dat dat de droom is waar je wilt geraken. En als dat zou lukken, zou het echt wel mooi meegenomen zijn. Maar ik zeg het, we moeten eerst nog werken voor het EK.